Vermoeide, ik moet echt patat hebben nu, anders hou ik het niet vol. Ik heb dacht ik ook al patat meegebracht van huis, eens even kijken. Dit lijkt mij geen patat. Slechts 2 garnalen voor 3,95. Dat begrijp ik niet. Nog een keer. Slechts 2 garnalen. Ja, dat klopt. Voor 3,95. Oh, dat is heel vervelend, dames en heren. Ik voel dat er iets niet goed is aan deze tekst. Slechts 2 garnalen voor 3,95. Ik heb in de gaten dat het niet klopt. Maar als je mij nog vraagt waar de verkeerde is, sta ik wel mooi met een bom vol tanden. Slechts 2 garnalen voor 3,95. Nee, ik zie het nog niet. Nou, ik heb moeite, hè, met het lezen van tekst. Ik ben dyslectisch. Heb ik ook al tegen de dokter gezegd. Hij zei, dokter, ik ben niet alleen overwerkt, ik ben ook nog eens dyslectisch. Hij zei, u bent wat? Ik zei, dyslectisch. D-Y-S-L-E-C-T-I-S-E-H. Dyslectisch. Nee, maar dat vind ik mooi dat ik dyslectisch ben. Dat vind ik prachtig. Ja, dan hoor je er helemaal bij, hè. Ja, dat komt veel voor dyslexie. Ik heb gelezen, hè, mensen die last hebben van dyslexie, hebben vooral moeite met zinnen die te lang. Heb ik ook. En daarom word ik ook zo graag in Almelo, en in Almelo zijn de zinnen nooit te lang. Ik heb al zo vaak meegemaakt, dan liep ik door Almelo, en op een gegeven ogenblik dacht ik geloof dat er al een half uur lang iemand naast mij loopt. Dus ik kijk opzij en een jonge man die al een half uur naast mij loopt, zegt iets van, hoi Svinkers, kut volan. Ik ook wel, Ida, ik ook wel, einde gesprek. Ideaal, echt wel. Maar hier bij het Drielandenpunt is het andere koek, hè. Ik kan hier mijn taalknabbel wel bijveilen, want je hebt hier werkelijk van alles bij elkaar, hè. Je hebt hier het Nederlands, daar heb je nog eens Vlaams-Nederlands, daar heb je Frans. Hier Waalse varianten op het Frans. Daar heb je nog eens het Hoogduits, Platduits, Kuls, ook een verhaal apart. Hier nog eens allerlei soorten Limburgs. En daar ligt een groot, dat wil ik graag even kwijt. Daar ligt het grootste taalparadijs van Europa. Kerkrade. Ja, Kerkrade. Ik weet niet of je wel eens op vakantie in Zuid-Limburg met open oren door Kerkrade bent gelopen. Verrukkelijk. Het kerkruis, het plat van Kerkrade, je verstaat er geen klap van, maar het klinkt zo verschrikkelijk mooi. Ik liep tijdens mijn vakantie in Limburg een middag door Kerkrade en toen zei een man tegen mij... Ach, kiek! Doe best daar, Jekka. Biaras, doe moest naar Louis en Johan. Dus. Wat zei u eigenlijk? Doe best daar, Jekka. Biaras, doe moest naar Louis en Johan. Nee, dan heb ik het toch goed verstaan. Maar hij praatte me door en hij praatte me door. En op een gegeven ogenblik hoorde ik toch waarachtig een woord dat ik kende. Hij had het namelijk over roepen. En daar bedoelde hij rupsen mee. Nou, daar hebben we in Almelo ook last van. We hebben het ook over roepen. Als we rupsen bedoelen. Misschien in Enschede ook wel roep. Ah, jongen, van die dikke vette roep. Ja, hier, roep, eentje. Nou, en misschien kent je ook al die uitdrukking. Tussen Almelo hebben we een hele bekende uitdrukking. Iedereen in Almelo kent die uitdrukking. Die uitdrukking luidt: wie hebt roepen op moos? En wie hebt roepen op moos betekent letterlijk: wij hebben rupsen op de boerenkool. Dat is niet anders. We zijn al lang blij dat we wat hebben in Almelo. En, en wij hebben dus rupsen op de boerenkool. Dus ik vroeg aan die man in kerkraden: als ik vragen mag, u had het net over roepen. Zegt u hier in kerkraden misschien ook heel toevallig: wie hebt roepen op moos? Wie hebt roepen op moos, zei hij, nee. Hier in Limburg doen wij er altijd een rookworst op. Nou, een mooie streektaal, vind ik mooi. Ja, ik vind het plat van Brabant lijkt soms ook verrassend veel op het Almeloos. Ik was met carnaval in Bergen of zo, en dan liepen ze er allemaal zo bij. Ach, mijn leutet, ach, mijn leutet. Dan Almelo zeggen we praktisch hetzelfde, ach, mijn leutet. Dat is ongeveer hetzelfde. Mooi, ja, het plat vind ik mooi. Ik vind het mooie van het Limburgs klinkt heel zangerig. Twents niet. Nee, je kunt zeggen van Twents wat je wilt, maar je kunt niet zeggen dat het zangerig klinkt. Hé, hey, van je lik aan de back end. Is ook mooi. Jawel, heeft ook zijn charme, jawel.
Maar niet omdat het zangerig klinkt. Dat is weer mooi omdat het nuchter klinkt. Kijk, dat heeft Limburgs of niet, hè? Limburger klinkt nooit nuchter, vind ik. Dat vind ik niet. Maar het Limburgs heeft weer wat anders, hè? Limburgs klinkt enorm, enorm erotisch. Ja, dat vind ik wel. Oeh. Ja, en nu zijn we het qua erotisch taalgebruik in Almelo ook niet veel gewend, moet ik u zeggen. Nee, een Twents klinkt niet erotisch. Ja, hoewel, dat zeg ik nog wel, maar ik heb gelezen, hè. Meisjes met een Twentse tongval zijn het meest populair bij de 06-lijnen. Omdat ze alles inslikken, hè. Godverdamme, daar gaat u. Ah, daar. Dat u nog net daarom klapt, daar valt me een beetje van u tegen. Smeerdes. Even de mond spoelen. Mmm. Mmm. Wat is dat? Dan houden we maar rakels lekker, hè? Zeker naar zo'n barre klim. Gewoon een lekker koud pilsje. Ja, ik ben een echte bierdrinker. De dokter vroeg me ook, drinkt u? Ik zei, jawel, dokter. Ja, ik drink. Het is geen smerig spul of zo. Nee, zei de dokter, maar drinkt u veel? Oh, dat weet ik niet, dokter. Ik bedoel, wat noemt u veel? Nou ja, zei die, laten wij zeggen, een kratje in de week. Oh nee, dokter, dat haal ik niet. Een week. Is goed bier, moet je eerlijk zeggen, goed bier. Limburgs zomerbier. Kijk, dat woord zegt me dus ook niks, hè, zomerbier. Ik ben dyslectisch. Ja, maar is best wel lastig als je dyslectisch bent. Ik was laatst bij de HEMA en dan zag ik ook een woord dat ik niet kende. In de aanbieding... winterworst. Ik ken dat hele woord niet, winterworst. Dus ik thuis opgezocht in het woordenboek der Nederlandse taal. Zo'n plank vol dat woordenboek. Maar winterworst stond er mooi niet in. Dus ik terug naar de HEMA. Ik vroeg aan de verkoopster, goh, als ik vragen mag. Ik ben dyslectisch. Wat moet ik me eigenlijk voorstellen bij winterworst? Winterworst, zei ze, oh, dat zijn van zulke kleine... Even de mond spoelen. Kleine worstjes. Daar heb ik helemaal niets aan kleine of grote winterworstjes. Want ik ben vegetariër. Ah, lekker, lamskoteletjes. Ja, dat is zo gek, hè. Ik ben vegetariër. Maar tegen zo'n lief klein schattig lammetje kan ik geen nee zeggen. Nee, ik heb zo'n klein hartje. En je kunt ook niet altijd principieel zijn in die dingen. Dat hou je nooit vol. Toen ik 16 jaar werd bijvoorbeeld, besloten om vegetariër te worden. Dus ik zei, moeder... luister eens, ik heb besloten om vegetariër te worden. En mijn moeder was toch zo lief, die hield er al gelijk met de eerste keer eten koken rekening mee. En mijn moeder wou die dag voor 7 personen spaghetti koken. We waren vroeger met ons 7 thuis. Ja, en normaal gesproken zou mijn moeder door een pan 7 personen spaghetti, 7 ons gehakt roeren. Maar omdat ik nu vegetariër was geworden... ja, nog niet precies. Daar moet je ook niet over gaan bakkeleien, vind je wel. Slechts 2 gaan halen voor 3,95. Ik zie het verdorie in 1 keer, dat is duur. Dat is hartstikke duur, maar ik zoek eigenlijk nog steeds die patat. Voor de vitamines. Zo net zien, hè, dat het onderop ligt. En het is hier zo verschrikkelijk diep. En zo gaat wel door donker. Nou, dieper kan het niet. Wat heb ik hier te pakken? Die lijkt mij over de datum.